Mijn opa woonde in Babels, daar woonde al 80 jaar. Ik hoef ook een maand gezellig bij me koel. Maar nu de achtste borrel, als ik ziek kom nooit meer kind. Dan zei dat klokje braar, wie schenkt ons nog een in? Les moest met hem naar dokter, het blauw was veel te doen. Dan kreeg ik tabletten, hij riep het als begin. Maar onderwegs naar Roestouw, dan schoot hem wat in zin. Wat zongen toe zijn keuken, wie schenkt ons nog een in? Hij werd in het academisch aan het woord geopereerd. Ik had een goeie hoop, maar hij was nooit verleerd. Hij zei, ik ben reuzenzusters, ben blieder dat ik hier ben. De fles staat achter vispot, wie schenken ons nog een in? Dat hij er nooit in spijde, is u nou wel bekend. Toen vroeg ik aan zijn dokter, hoe kreeg ik hem ontwend? Jij zei zo'n popje naar ons, doch ook nooit tegen hem. Ik heb maar een recept, wie schenken ons nog een in? Les was ik weer in Babels, toen leek het nooit te fris. Kreeg koffie met alweer, ik dacht er is wat mis. Toen huilen doe mijn vinger, kreeg tussen neus en kin. Ik wist wat ik moest zeggen, wie schenken ons nog een in?